meer dat gevoel dat er nog iets mist, iets ontbreekt, iets moet gebeuren. Ja, in de wereld, in het leven. Nou, dat gevoel had ik heel duidelijk bij de groep vrouwen na de behandeling van kanker. En sinds een aantal jaren ben ik heel erg bezig als het gaat over leefstijl en vitaliteit in combinatie met deze verschrikkelijke ziekte. En heb heel erg ontdekt dat er wat ontbreekt voor deze vrouwen. En dat is vooral na de behandeling van kanker. Je wordt losgelaten, het warme bad valt weg. En je zoekt het verder maar zelf uit. Nou, dat is even heel gechargeerd natuurlijk, want er zijn zeker plekken waar je terecht kan. In mijn jonge jaren heb ik ergotherapie gestudeerd. En ben daarna meteen gaan werken in de farmaceutische industrie. Bij een mooie Nederlandse bedrijf Organon. Daar heb ik 12 jaar met heel veel plezier gewerkt. En ja, heel erg veel op medisch vlak geleerd. En natuurlijk ook als het gaat om het stukje commercie, service, noem maar op. Maar goed, dat natuurlijk terzijde. Toen onze kinderen na de middelbare school waren allemaal, ben ik weer begonnen met werken en studeren. En heb diverse opleidingen gedaan, inmiddels voor leefstijlcoach, vitaliteitcoach, beweegcoach. En de opleiding voor remissiecoach heb ik afgerond. Wat betekent dat ik mensen tijdens en na de behandeling van kanker kan begeleiden. En daarnaast online nog een aantal studies gedaan in die richting. En wat mij heel erg opvalt is dat er vrij weinig bekend is over cancer survivors. Dat maakt het ook heel boeiend. Ook medisch boeiend. Die interesse is enorm groot. Om ja, dat het echt ongelooflijk is wat een verkeerde cellen eigenlijk kunnen aanrichten in je lijf. En je leven zo op zijn kop kunnen zetten. Dat er toch zoveel briljante medici zijn die met chemo's en andere specifieke therapieën jou er weer bovenop kunnen helpen. Maar dan, want er is natuurlijk van alles aangericht in je lichaam. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is er van alles gebeurd. En je mag weer verder met je leven. Je omgeving heeft jou allang verwerkt, terwijl het bij jou vaak nog moet beginnen. Heel veel vragen als van wat kan ik nog, wat wil ik, wat kan ik nog met het lichaam wat ik nu heb. Hoe ga ik weer om met mijn werk, met mijn relatie, met alle dingen die ik leuk vind in het leven. En ja, een heel fijn leven hebben, ook na die verschrikkelijke ziekte, is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En de groepen die er nu zijn en de trajecten die je kunt volgen, gaat natuurlijk over een stukje verwerking, rouwverwerking. Nou, dat is heel goed en ook heel belangrijk. Het enige waar ik dan altijd heel erg mee bezig hou, is van goh, hoe kunnen we het glas half vol houden? He, want hoe kunnen we jou plezier bieden? Hoe kunnen we jou energie geven? Hoe kunnen we jou motiveren? Hoe kunnen we jou rust bieden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een stukje basis is voor jou waar jij je thuis voelt, wat jou kracht geeft, he, wat voor jou heel stabiel is? En ja, dat kan ik niet met een coachpraktijk die ik heb in een plaats waar ik zit. Want heel graag wil ik de cancer survivors door het hele land vinden. En vind ik het ook heel erg belangrijk dat je het kunt opzoeken wanneer jij dat nodig hebt of wanneer jij dat wilt. En wanneer je de energie genoeg voor hebt. Dus ja, toen is mijn ultieme droom gekomen. Op dit moment heb ik mijn eigen praktijk of bedrijf Toepower. Hier werk ik individueel en in groepen als het gaat om je fysieke vitaliteit. Dus voeding, beweging, fit worden, vage kwaaltjes weg willen werken. Werk met het microbiome in je darmen. Dus ja, dat is allemaal heel boeiend. En daarnaast ben ik dus achter de schermen het platform Shit or Shine begonnen. Mijn ultieme doel is dat we met 10.000
vrouwelijke cancer survivors op dit platform actief zullen zijn. En op het forum waarin we ervaringsdeskundigen voor elkaar kunnen zijn. Waarin we elkaar kunnen helpen om verder te komen. Waar je energie, sprankeling krijgt. Goede tips, ideeën, trainingen, alles noem maar op. Twee keer per jaar een Shit or Shine magazine, een Shit or Shine event. Een plek waar jij coaches in jouw omgeving kunt vinden, waar jij baat bij hebt of behoefte aan hebt. Nou, dat zijn allemaal stapjes verder. We beginnen eerst met de basis, een gratis platform en forum voor jou. En ik hoop dat je het met heel veel lotgenoten of ervaringsdeskundigen wilt delen dat dit platform bestaat, zodat we daarna verder kunnen bouwen. En ook jij kan meehelpen, want dat zou ik heel erg fijn vinden. Dat alle tips zijn welkom, alle ideeën. Wil je je steentje bijdragen? Zou dat geweldig zijn? Hoe belangrijk het is het in deze samenleving dat we elkaar kunnen helpen. En dat we elkaar stabiliteit, energie, positiviteit kunnen leveren. Dus daar ga ik voor. Nou, dat ben ik. Hebben jullie ook een kijkje in de keuken gekregen achter Shit or Shine. En ik wens jou heel veel plezier op dit platform. Dankjewel!